Ja, de grote en de kleine. Kijk, dit ben ik met Pien. We zijn een jaar of 10. De grote en de kleine. Had ik er nou last van om groot te zijn? Ja, een beetje wel. Ik liep krom, ik leefde op grote voet. En ik was de grootste van de basisschool. Ook van de meesters en juffen. Ik werd regelmatig gepest. Hé, hey, vuurtoren, is het koud daarboven? Ach meid, wat ben jij toch weer gegroeid. Ik was lang en ik had er best wel last van. Ik ging naar de huisarts en die stuurde ons naar het Sophia Kinderziekenhuis. Daar werd voorspeld dat ik 1,94 meter zou worden. Dat was in die tijd best wel lang. Door hormonen te slikken, vergelijkbaar met de pil, zou mijn groeisput versneld worden en zo zou mijn groei worden geremd. Mijn vader reed me iedere 3 maanden naar het ziekenhuis voor controle. Op grond van röntgenfoto's en van mijn kraakbeen in de knieschijven en mijn handen kon worden bekeken wanneer ik niet meer verder zou gaan groeien. Ik stopte met groeien op 185 centimeter, de gemiddelde lengte van een man in Nederland. Missie geslaagd? Missie geslaagd? Hoezo? Ik ging psychologie studeren in Leiden. Ik kreeg een vriendje en ik slikte de pil als anticonceptie. En tijdens mijn studie las ik over het onderzoek naar lange meisjes. En ik las dat sommige meisjes van 1,79 meter al ontevreden waren over hun lengte en zichzelf te lang vonden. En dat er meisjes waren die langer waren dan ik en die er totaal geen last van hadden. Er gingen jaren voorbij. Ik slikte de pil, ik bleef slikken, ik werd ongesteld, ik had buikpijn, ik was regelmatig behoorlijk moe. Maar ik wijtte dat eigenlijk heel vaak aan het feit dat ik een beetje te hard werkte en te veel dingen deed. En ik zei tegen mezelf, joh, stel je niet aan, neem een paracetamolletje. En op mijn 35ste stopte ik met de pil, een beetje laat, want ik wilde graag zwanger worden. En er volgde een jaar van hevige menstruaties, buikpijn, vermoeidheid en ik werd niet zwanger. Mijn huisarts stuurde me door naar het LUMC, naar de fertiliteitskliniek. Dag mevrouw Meesters, bel ik gelegen? Ik zette mijn auto even aan de kant en ze vertelde me opgetogen. Uw man heeft superzaad, maar bij u is wel iets aan de hand. Toen ik een kijkoperatie had gekregen, bleek dat ik endometriose had. Ik had daar nog nooit van gehoord en niemand in mijn omgeving. Je baarmoederslijmvlies verspreidt zich door je eierstokken en je buikholte alsof het niks is. En dat geeft heel veel pijn iedere maand. Na de kijkoperatie zag ik het hoofd van mijn gynaecoloog boven mijn bed. Ik totaal groggy van de narcose. Mevrouw Meesters, ik heb in een van uw eierstokken een endometriosekiste gevonden. En uw beide eileiders zijn dichtgeslipt. U kunt niet meer op een normale manier zwanger worden. Poeh, dat kwam hard aan. Opnieuw aan de hormonen. Zoladex dit keer. Dit zorgde ervoor dat mijn hele cyclus werd platgelegd en de boel rustig zou worden. En dit zou een goede uitgangspositie zijn voor een IVF-traject. Ik kwam in een totaal nieuwe wereld terecht. Ik was niet iets waar ik op was voorbereid en ik voelde me een zombie. Mijn kinderwens blijft. Alhoewel ik ook wel zeg, Greet, je hebt toch een leuk leven. Je kunt zoveel betekenen voor kinderen van andere mensen. En soms zeiden mensen zelfs dingen tegen mij, je neemt toch een hond of je mag mijn kind wel lenen hoor. Ja, het is geen grap, het is echt gebeurd. Ik begin met het spuiten van hormoonstimulerende middelen om meer eicellen te produceren. En dan begint het wachten. Wachten op wanneer ik weer aan een IVF-behandeling kan beginnen. Wachten of mijn eierstokken nog eicellen willen produceren. Wachten wanneer ze voldoende gerijpt zijn om dan weer uit mijn lijf te halen. Wachten op een succesvolle bevruchting. Wachten op een succesvolle terugplaatsing. Ondertussen werkte ik gewoon door en om het wachten te verzachten koop ik na moeilijke momenten zoals hier naar de eerste mislukte terugplaatsing en mijn eerste kindertheatervoorstelling iets moois. Om mezelf te herinneren aan datgene wat ik wel belangrijk vind en wat in ieder geval blijft. Look All Wonder heet deze mooie zeefdruk van Hans Innemee. Later worden het wel lippenstiften van de bodyshop en kopjes koffie, want dat past beter bij mijn budget. Ik lees IJsprong van Judith Uiterlinde. Een prachtig boek, aanbevolen door een liefdevolle collega van het kinderdagcentrum waar ik werk als muziektherapeut. En waar ik na een dag werken vaak doodvermoeid met hevige buikpijnen moet bijkomen. In dat boek staan veel dingen die ik later zelf ook mee zou maken. Ik vind het zwaar. Hormonen spuiten, ziekenhuisbezoeken voor controles, het combineren met mijn werk. En ik vertel het op een gegeven moment ook niet meer als er weer een nieuwe terugplaatsing is. Want ik wil mezelf behoeden voor een teleurstelling. 3 mislukte IVF-pogingen en 2 jaar later besluit ik het toch te proberen en is het in december 2003 toch gelukt. Ik durf het bijna niet te geloven.
Casper wordt augustus 2004 geboren. En als hij 6 is, zegt hij tegen mij... Zeg, mama, is toch eigenlijk ook mooi? Ik ben 2 keer geboren. Eerst in het laboratorium en daarna in jouw buik. Tja, dat had ik zelf niet kunnen bedenken. En na de zwangerschap van Casper komt mijn menstruatie weer op gang... en de klachten die van die endometriose komen weer terug. Ik had gehoopt dat ik bij die 50% vrouwen zou zitten bij wie dat niet gebeurt. Helaas pindakaas. Ik besluit opnieuw aan de pil te gaan. En niet voor een tweede kind te gaan. Als ik terugkijk op al die jaren, dan denk ik... Ja, die groeidemiscuren, gelukkig vinden die veel minder vaak plaats. Omdat het onderzoek gebleken is dat veel vrouwen last hebben van vruchtbaarheidsproblemen die zo'n kuur hebben ondergaan. Dat kon je natuurlijk in de jaren 70 niet weten. Mijn endometriose is opgehouden nu ik door de overgang heen ben en nooit gelukkig meer ongesteld hoef te worden. Dat is echt de grootste verademing van mijn leven. En terugkijkend op welke impact een en ander op mijn leven gehad heb, ja, dat doe ik nu. Nu onze zoon eventjes voor een tijdje aan de andere kant van de wereld is. Ja, waarom vertel ik dit verhaal hier nou eigenlijk vanavond? Ik heb een missie. Ik wil heel graag dat vrouwen, jong en oud, hun eigen klachten, als ze buikpijn hebben van die menstruatie, serieus nemen. En dat andere mensen om hen heen dat ook doen. Zodat ze eerder in hun leven beter in balans kunnen houden. Want 1 op de 10 vrouwen heeft last van endometriose. En ik merk ook bij de voorbereiding van dit verhaal dat de ziekte bij heel veel mensen nog steeds onbekend is. Gelukkig is in Frankrijk premier Macron heeft 20 miljoen voor onderzoek naar deze ziekte, die ze daar een volksziekte noemen, uitgetrokken. En in Nederland zagen we net op dat plaatje nog dokter Berto, ook een prachtige ambassadeur. Dank jullie wel.